zijn we weer voor de volgende Urmeidarien. En schrik niet, dit wordt een korte. We beginnen weer hetzelfde. En vanaf hier wordt hij anders. We gaan armen naar achter brengen en tegelijkertijd iets naar beneden. En draaien de handpalmen naar achter. Tot we zijwaarts zijn. Dan blijven we lengte maken. En dan draaien we de handpalmen onder de oksels door. En brengen de vingertoppen naar voren. De bovenarmen komen naar het lichaam toe. Maar de oksels zijn niet afgeknaald. Dan brengen we de vingertoppen omhoog en de rug van de handen naar voren. Tegelijkertijd duwen we de ellebogen naar achteren. En dan brengen we de aandacht naar de duimtop. En openen de duimmuis en brengen op deze manier de handen zijwaarts. Zo ver mogelijk draaien tot je niet verder kunt. Dan weer terug naar voren. En tegelijkertijd maak je vuisten waarin je ruimte laat tussen de vingers en de palm. Dus je rolt de vingers als het ware ergens omheen. Dan breng je de ellebogen naar achter. En tegelijkertijd duw je de rug van de handen naar voren. Tot je handen bij je flanken zijn. Dan breng je je gewicht over op één been. En strek je tenen naar voren. En dan snoer je weer je gordelmaai in, alsof het een riem is die je aantrekt. Van daaruit trek je je hoofd omhoog en de tenen naar voren. Dat doe je 3 keer. Dan duw je hiel naar voren. Zet je hiel neer, zo ver mogelijk naar voren. Dan druk je je voet plat. Achterste been strek je uit, je duwt je hiel in de grond en strek je hoofd nog steeds op. Dan breng je gewicht helemaal over op het voorste been. Draai je handen naar voren en in een duwbeweging breng je die naar voren toe terwijl je je voeten naast elkaar zet. Dan breng je handen naar beneden in de Tai Chi positie. En uiteindelijk kom je uit je benen omhoog. Blijf oefenen, veel plezier.